Yo mensen, en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Plopsaco. Want er is zojuist bekendgemaakt dat er een paar nieuwe attracties komen. Dus daar gaan we het vandaag eens over hebben. Welke attracties het zijn en ja, het thema ervan. Dus ik zou zeggen, let's do this. Plopsaco gaat dus nieuwe attracties bouwen, maar we zullen het eerst eens hebben over de karting. De klassieker die al sinds 1958 in het park staat, toen nog in het park Teleco. Tot nu reden de karretjes nog altijd op benzine. Maar daar komt verandering in. Plopsaco gaat de oude auto's vervangen voor elektrische voertuigen. Elektrische varianten en het zal een investering zijn van €280.000. Plopsaco zorgt ervoor voor nieuwe pitlanes, met elk 5 plekken voor karts. Het opladen zal gebeuren tijdens het in- en uitstappen. Ja, deze investering heeft natuurlijk met het milieu te maken, omdat de benzine niet echt goed is voor de natuur, waar Plopsaco in ligt, en het verbetert ook de bezoekerservaring. De snelheid en de bediening zal straks namelijk op afstand aanpasbaar zijn. En dan gaan we naar de andere zaak, naar het Maya-gedeelte van het park. Een aantal jaar geleden bouwde Plopsaco al een nieuwe molen, genaamd de Vlindervlucht, maar deze attractie gaat dus verhuizen naar vanachter in het park en daar worden dus ook een paar nieuwe attracties bijgebouwd. Drie stuks namelijk. De Plopsa Groep bestelde een Wild Swing bij de Duitse firma ART Engineering, een 12 meter hoge schommelende bank die niet over kop gaat. Dit concept is eigenlijk een familievriendelijke variant van de klassieke topspin. De afgelopen tijd is er al een Wild Swings in Oostenrijk geopend, in Duitsland en in Frankrijk. En nu bouwen ze in Plopsaco dus ook zo'n molen. Voor de verandering is dit dus geen molen die we al in een ander Plopsapark vinden. Verder komen er nog twee nieuwe attracties. De Freefall die we kennen uit bijvoorbeeld Mayaland of Plopsa Indoor. En natuurlijk de schommelende boomstronk. Die we ook kennen uit Mayaland en Plopsa Indoor. Dus deze twee attracties worden wel gewoon kopieën van attracties uit andere Plopsaparken. Dit Maya de Bijgebied van 5000 vierkante meter wordt dus de nieuwe zone vanachter in het park. Op die plek is nu nog het zomerstrand te vinden en eerder stond op deze locatie het doolhof. Maar op deze locatie komen dus deze nieuwe attracties te staan en ook de bestaande attractie de Vlindervlucht zal dus verplaatst worden naar deze zone. Plopsa realiseert ook een nieuw horecapunt en in 2025 zal de opening moeten plaatsvinden. Verdere decoratie zal gewoon zijn zoals Mayaland in Plopsa of Mayaland in Holiday Park. Dus gewoon een zone met een paar familieattracties, helemaal in teken van Maya erbij. En niet te vergeten, de Maya Splash hoort er natuurlijk ook bij. Oké, en dat was eigenlijk weer de video voor vandaag. Dit worden de nieuwe attracties van Plopsaco. Ja, niks bijzonders behalve dan die één. Maar ja, voor de rest zijn het gewoon weer kopieën uit andere pretparken, dus ja. Wederom wat we van Plopsa gewend zijn, hè. Allemaal kopieën neerzetten in andere parken. Maar oké, dit was de video voor vandaag. Dus ja, we zullen zien of ik volgend jaar naar Plopsaco ga. Misschien. Maar dit was de video voor vandaag. Dus like, abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik tot een volgende video op Brave Rides. En ciao.